Pim Meirezone uit Zuijenkerke en Bjarne Vermeers uit Knokke-Heist hebben een zilveren medaille gehaald op het Proefmeifestival in Bergen-op-Zoom. Dat is een driedaagse groots opgezet culinair en cultureel festival in de regio Brabantse Walben in de Delta. Zeg maar de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Vlaanderen. En het festival is ook een kookwedstrijd voor jonge talenten verbonden. Een wedstrijd die draait om streekproducten, innovatief en duurzaam koken, maar bovenal een wedstrijd die gaat over proeven van aanstormend kooktalent. De 15-jarige leerlingen van de hotel- en toerismeschool Spermali in Brugge haalden eerder al overtuigend de voorrondes in Rotterdam en kaapten in de finale de tweede plaats weg.